Een nachtje in het huis mag wat kosten, maar daar krijg je wel wat voor terug. The Writer's Nest Waterfront Villa, zoals het stulpje officieel heet, ligt in het zonnige plaatsje Faggeto Lario. Het riante stulpje is van alles voorzien, zo beschikt het over een tuin met barbecue, een volledig uitgeruste keuken, een open haard, een flatscreen tv, een wasmachine, een eigen badkamer met een bidet en jawel, gratis wifi. Verder heeft de woning een eigen strand en in de buurt kun je fietsen en kanoën. Mocht je hier voor een week willen vertoeven, dan mag je een schamele €8000 bij de eigenaar afrekenen. Kijkers zijn zeer te spreken over het nieuwe programma van Bo. Veel mensen vinden het wel erg veel op het succesvolle Villa Velderhof lijken, maar zijn tegelijkertijd ook enorm onder de indruk van de show. Zowel door de gesprekken als de indrukwekkende locatie. Een presentator die twee BN'ers ontvangt in een bijzondere setting en vervolgens babbelt over het leven, dat lijkt inderdaad erg op Villa Velderhof. Bo droeg zelfs een hoedje dat wel erg veel gemeen heeft met de looks van Rick Velderhof. De kritiek dat Lago de Bo een kopie is, wuift Bo echter makkelijk weg. Vind ik helemaal niet erg, want dat vond ik een leuk programma, zo liet de presentator eerder aan ons weten.